Dit ziet er uit als een ontbijtje van mij. Het zou zo een ontbijtje van mij kunnen zijn. Ja, ik heb dit keer goed mijn best gedaan om de besjes goed te verdelen. Ja, ik zie het. En die klorre pindakaas. Dat oogt ook altijd wat, hè? Dus dan smaakt het ook lekker. Dat is wel echt zo. Ja, klorre pindakaas. Normaal komt het die andere. Ja. En de havermout is ook iets dikker. Het zakt niet gelijk weg. Nee, het is een perfecte havermoutje volgens mij. Goed begin van de week. Voldoet aan de regels van de Stella. Zeker, zeker. Ja. En nu ga je er lekker op smikkelen. Ja, ik zit te twijfelen of ik toch wel ga sporten in de ochtend. Ja? Ja, het is toch wel heel lang geleden voor mij. Dus vrijdag ben ik voor het laatst geweest. En als ik dan weer uitstel tot vanavond, ja. Ja, je moet doen waar je blij van wordt. Ja, ik denk wel dat ik het nodig heb. Oké. Okay. Eerst even deze. Ja, eerst even eten. Uiteindelijk ben ik toch niet gaan sporten, want ik heb ervoor gekozen om toch wat meer tijd te besteden aan het werk. Want ik wilde per se wat dingetjes af hebben voor in de ochtend. Het is nu 12:30, het is tijd voor mijn lunch, omdat we ongeveer om 12:15 moeten we de trein pakken om naar Den Bosch te gaan, naar school toe. En ik wil het lunch wil ik gewoon simpel houden, dit keer ik ga niet heel erg uitgebreid doen. Stel ik, komt zo meteen ook nog, maar het is gewoon wat brood en dan wat beleg erop. En dan ben ik ondertussen ook nog een ijsje aan het koken, dat is hier bezig. Dus dat gaat ook goed. Ja, dus verder niet zo heel erg bijzonder, maar ik heb dus ervoor gekozen om het sporten te verplaatsen. Oh, ondertussen gaat het geluidje van het ei gaat af. Maar ik heb ervoor gekozen om het sporten te verplaatsen naar vanavond. Zodat ik in de ochtend meer tijd over had om aan werk te besteden. Zo, we zitten even lekker te eten. Ik weet niet precies wat Jordi al heeft gezegd. Ja, ik heb alleen even laten zien dat het op tafel stond. En ik wist niet precies of jij je zou aanschuiven of niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar dat doe ik wel. En kijk wat ik nu heb gemaakt. Ik moet niet kiezen tussen kaas en kipfilet. Oh. Dus ik heb 50/50 gedaan. Oké. Okay. Ik heb een beetje crimpjes eronder. Ja, best lekker denk ik. Ja, dit is nu mijn derde boterham. Ik neem zo nog een kleintje met pindakaas. En dan hoef ik geen snack mee naar school, want dan kan ik er even tegenaan. Nee. Ja, maar dat we weer terug zijn is natuurlijk al 4:30 of zo. Ja, misschien heb ik een appeltje of zo of een ei. Ja, het is toch wel een langere tijd dat je dan weer weg bent met het reizen naar Den Bosch. Eens. En dan ga ik daarna sporten. Of vanavond, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik ook nog niet. Dat zien we dan wel weer. Maar nu even dit eten. Waar zijn we? Ja, we zijn op school. We hebben een gesprek gehad met de schoolcoach. We hebben uitgelegd wat we tot nu toe hebben gedaan en waar we dus ook naartoe willen, want dat wist onze eigen coach wist het ook nog niet, omdat de plannen best wel zijn veranderd in de afgelopen week. En we hebben gewoon laten zien dat we hard hebben gewerkt in de afgelopen paar dagen, wat we allemaal hebben. En dat is goed gekeurd. Ja, het zijn allemaal mooie dingen. Ja, dus nu op naar de deadline, dat is vrijdag. En dan kunnen we weer door. Vrijdag inleveren van het businessplan en dan hebben we op 1 februari hebben we dan nog een verdediging van het plan. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat dan... Ik ben ook benieuwd. Dat moeten we wel individueel doen, omdat we allebei wel een verschillende kant hebben behandeld in het businessplan zelf. Ja, dat moest ook als een vereiste om af te studeren. Ja, dus, je moet natuurlijk wel allebei je eigen ding doen voor school. Je kan niet zeggen, van oké, we gaan de school en zus, gaan we samen precies hetzelfde uitwerken. Dat zou leuk zijn. Er zit natuurlijk wel een hele grote overlapping in. Ja, we maken echt heel erg reclame nu, even zo. Voor het bier. Ja. Oh, er werd ook trouwens gevraagd of wij alcohol hadden. Ja, heb ik al beantwoord. Oh ja, dus Joyce. Jij drinkt af en toe een rood wijntje en ik Baileys. Ja. En als we naar een festival gaan, drink ik af en toe wel een biertje. Ja. Maar dat is echt af en toe. Af en toe. Laten we snel naar huis gaan. Yes. Dan zien we elkaar morgen weer. Zien we elkaar zo meteen. Zo, we zijn inmiddels weer thuis. We waren 5 uur thuis volgens mij. Het is nu 5:30. Dus we eten vandaag iets eerder, zodat we eerder kunnen sporten en een langere avond hebben. Ja, het regent wel nog steeds buiten, dus het is wel iets jammer. Ja. Net ook even lekker door de regen gefietst. Ja, heerlijk. Ja, lekker nat. Ja. Maar ja, daar doe je niks aan. Nou, neem ons mee in het verhaal van het avondeten. We hebben lekker pasta, 2 soorten. Mm-hmm. En daarop hebben we gehakt met prei. Die kan je hier vinden. En ui, ja. En dan hebben we daar een bloemkoolcurry met champignon, kokos, kokosmelk en nog één ding, maar dat ben ik dus vergeten. Curry. Ja, dat zei ik al. Nou, dat was ik toch aardig goed. Ja, dat zit je toch goed. Dus dat eten vanavond. Ja. Lekker, heb ik trek in. Ik ook. Eet smaak. Ik heb wel honger, jij ook? Ja, ik heb ook honger. Laten we maar snel aanvallen. Ja. Zo, ik ben weer terug van het sporten en ik heb een heerlijke workout gehad. Een leg day vandaag en ik heb lekker zwaar getraind. Dus niet gefocust op herhalingen, maar dit keer weer op kracht. Meestal doe ik de eerste 2 trainingen in de week gefocust op kracht. En de tweede 2 trainingen in de week, zo ik kom niet eens op woorden. De tweede 2 trainingen in de week op herhalingen. Dus vandaag was kracht en ik heb de squat, deadlift, hip thruster... cable kickback en cable pull-through gedaan door je benen heen. Pull-through. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je het uitspreekt, maar maakt ook niet uit. Dus dat heb ik gedaan. Lekker zwaar. En nu is het pas 8:15, want we hebben natuurlijk vroeg gegeten. Dus ik heb nog een avondje voor me. Ik ga zo eerst een shake drinken. De cookies en cream van Woman's Best. En daarna, ja, goede vraag. Ik denk dat ik op de bank zit.
nog een beetje in de community chatten met de rest van de leden. Want het is super druk in de community. En verder niet heel veel. Dus een lekker rustig avondje, maar nu eerst een shakey voor de eiwitten. Zo, ik heb de vlog geëdit en ik heb in die vlog gezegd, dus de vlog van gisteren, dat ik vandaag zou zeggen wat de challenge precies is. In de community, met de pannenkoeken dus. Dus ja, dat ga ik nu even doen, want de challenge is om de hoogste pannenkoekentoren te maken. Ik kom er heerlijk uit mijn woorden. Dat je de hoogste pannenkoekentoren moet maken en daar moet je dus een foto mee maken met een meetlint ernaast of er tegenaan, zodat we kunnen zien hoe hoog die is in centimeters. En die van ons was 25 centimeter, dus ik ben heel benieuwd of er mensen overheen gaan, maar dat denk ik wel, want het is wel haalbaar. En hoe ze eruit komen te zien. We zullen jullie wel de resultaten ook laten zien die in de community gedeeld worden. En mocht je nou zelf ook willen meedoen en die resultaten al in de community willen zien, dan kan dat door op de volgende link te klikken die nu in het beeld verschijnt en je daar aan te melden voor slechts 1 euro voor de eerste maand. Dus je betaalt maar 1 euro en dan kan je alles bekijken, meechatten, meepraten, vragen stellen. Ja, echt van alles. Dus ja, ik zou super leuk vinden als je erbij komt, want ja, dan kunnen we daar ook contact hebben naast deze vlog alleen. Want ik praat natuurlijk wel tegen jou, maar het lijkt me ook leuk als jij terugpraat. Dus dat wil ik nog even zeggen. Ik ga nu naar beneden om een yoghurtje te eten en dan nu echt even relaxen. Het is 10:50, dus nog een uurtje relaxen en dan mijn bed in. Hier zie je trouwens onze toren. Wacht, ik ga even het stukje in de vlog opzoeken. Even kijken hoor. Hier is het. Oké, daar komt ie. Hij is echt super mooi geworden. Zo, Jordi geniet ondertussen van zijn kwarkje. Mijn yoghurtje is op. Ja, de hond is ondertussen aan het drinken, dus als je denkt, wat hoor ik nou? En dat is ongeveer zo'n 10 minuten. Dat is Joppie. Die staat er lekker te lurken. Lekker te drinken. Dus, nou, er gaat 10 minuten door zo. Ja, we wachten heel vaak. Oh, dat is al best snel. 10 minuten is afgelopen. Ja, we wachten heel vaak tot het dan klaar is. Maar soms duurt het zo lang, dat we maar gewoon beginnen de laatste tijd. Wat heb je op je kwark? Ik heb even wat granola in. Deze is lekker hè, deze granola. Ja, dat is echt lekker. Hij plakt wel een beetje aan je kiezen, maar dat komt omdat heel veel rozijnen in zitten. En die zijn in de oven een beetje zo plakkerig hard geworden. Ja, plakkerig hard. Maar wel lekker. Precies wat ik me daarbij voor moest hebben. Ik ook niet. Ja, gewoon hard en plakkerig eigenlijk. Ja, ja, logisch. Ja, toch? Ik wil het nog even hebben over de... Ondertussen gaat hij zo ook. Is dat dus ook, als je denkt, hoor ik nou... Hij gaat dus ook. Moet ook 10 minuten? Nee. Nee, maar ik wil het even over de deload. Want die heb ik vorige week gedaan. En nu heb ik mijn trainingen dan weer opgepakt op het, nou, hoe moet ik dat zeggen, op het normale niveau. Mm-hmm. Op het dan normaal train. En ik merkte echt dat ik die rust heel erg nodig had. Want ik ging echt met alles 10 kilo omhoog. Ja, dat is echt veel. Dus ondanks dat je dan anderhalve week eigenlijk voor je gevoel niet traint, herstel je lichaam dus zo erg dat je in de training daarna nog op vooruit gaat. Juist weer extra vooruit gaat ten opzichte van dat jij gewoon door blijft gaan. Dus dat toont maar aan hoe belangrijk het herstel is voor je lichaam. Ja. Omdat je er echt rekening mee moet houden. Ja, ook al is het gewoon niet leuk. Want een week rusten is gewoon niet leuk. Nee. Maar als je natuurlijk... Want ik ging in de periode voor ging ik 4 weken lang telkens het gewicht verhogen per training. Dus dan ben je al aan het verhogen. Ja. En dan zit je eigenlijk op je niveau waarop je niet meer kan herstellen. Van als je nog een keer een hele week zou doen. Dus als je dan die deload doet, ja, dan geef je je lichaam dus dat extra herstel en dus extra krachtontwikkeling. Als je optimaal hersteld bent. Ja. Dus dat is echt leuk om te zien. Ja, dat werkt wel echt. Want ik had ook nu, ik heb geen deload zo gedaan, maar ik had 5 dagen rust, zeg maar, tussen mijn benen. Ja. En dat heeft ook echt zoveel verschil gemaakt. Ja, dat merk je echt. Want als je normaal zit er 2 dagen tussen, ja, dan ga ik maandag en donderdag. Ja. En dan is het echt veel minder goed, zeg maar. Ja. Of dan gaat het veel minder goed. Dus dat wilde ik ook even kwijt. Nou, fijn dat je je verhaal gedeeld hebt. Ja, dat is wel een goede tip. Als je dus merkt dat je niet meer progressie boekt, neem dan gewoon even een weekje rust. Ja. Daarbij is het wel belangrijk dat je in die periode vooraf gaat aan je deload. Moet je wel echt bijhouden wat voor gewicht je gebruikt. Ja, precies. Zodat je wel kan zien dat je in volume stijgt. Dus als je telkens hoog gewicht, dan gaat je volume ook omhoog. Ja. Zo kun je dus ongeveer berekenen van ik heb een deload nodig als je ziet dat je niet meer omhoog gaat. Ja. Want eigenlijk in de trainingen, dat jij niet meer in gewicht omhoog gaat, dan boek je ook geen progressie meer. Dus eigenlijk heb je dan die training voor niks gedaan. Ja, natuurlijk hou je er een goed gevoel aan over, omdat je dan hebt gesport. Dat ligt er wel aan wat je doel is. Ja, als jij gewoon doet om lekker te voelen, ja, precies. Krachtiger wilt worden,
Ja, dat is eigenlijk een training waarin je dus hetzelfde gewicht gebruikt met hetzelfde aantal herhalingen, hetzelfde aantal setjes. Dat is geen progressie. Nee. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden. Yes. Nou, mooie afsluiting van de dag. Ja, toch? Ja, wijze les. Ja. 3 minuten volgepraat, dus het is tijd om gedachten te zeggen. Ik wil nog even zeggen. Oh, ook nog. Dat ook vandaag weer heel veel mensen zijn toegetreden tot de community. Ja. En dat het echt heel goed gaat. En we zijn nu hard aan het werk aan een nieuwe functie. Om bij de 100 leden in de community, op dit moment hebben we er ongeveer 70. Bij 100 leden willen we graag groepen laten aanmaken door de mensen zelf met bepaalde interesses. Zodat er ook wat kleinere groepen kunnen ontstaan. Zodat mensen bijvoorbeeld van hardlopen met elkaar dingen kunnen delen. Of mensen die allemaal willen afvallen ook alles met elkaar kunnen delen. Dus dat je eigenlijk ook nog groepen hebt binnen de community zelf. Dus dat is een functie waar we ook aan het... Ja, dat is wel ook wat overzichtelijker. En natuurlijk gewoon leuk dat je dan met mensen kan praten die hetzelfde doel hebben. Ja, en je hetzelfde interesse zo. Ja, precies. Dus dat komt er ook aan bij de 100 leden. Dus yes. Op naar de 100. Op naar de 100. Nou, dat gaat wel goed. Zeker. En vergeet bijna te zeggen, maar we zijn er natuurlijk morgen weer met een nieuwe video. Ja. Dus leuk nieuws denk ik voor degenen die ons volgen. En de komende tijd zal het toch echt nog wel zo zijn dat wij dagelijks gaan uploaden. Ja, en wat gaan we morgen doen? We gaan tosti's eten, hè? Ja, we gaan even gezellig tosti's eten met, ik weet niet met wie allemaal, maar in ieder geval een aantal mensen bij ons uit de klas. We hebben dus hier de gastles. Ja, als we het zeggen, dan gaan er vast wel een paar mee. Precies, dus morgen kun je ons weer vinden bij de Tosti Club. Dus wil je ons zien, gaan we naar Den Bosch, naar de Tosti Club, want daar zitten we omhoog. Nee, want als ze niet kijken, zijn we al geweest. Ja, natuurlijk. Dan waren we, gisteren waren we er ook. Ja. Is zoiets zeggen. Ja, oké. Okay. Nou ja, bedankt voor het kijken, want we zitten nu tegen de 5 minuten. Ja, nu tikte je precies de 5 minuten aan. We zien je in de volgende video. Tot morgen.